Nu in dit journaal het uitgebreide weeroverzicht voor het komend weekende, het extra lange Pinksterweekende. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op voorhand? Leuk dat ik je mag interviewen. Katrines, hoe lang ben je eigenlijk al bezig met het weer? Dat is al heel lang. Ik denk ongeveer tussen de 70 en de 75 jaar. Als weerman krijg je elke dag ontzettend veel vragen. Bijvoorbeeld, hoe lang blijft het nog regenen? Vies weer bestaat niet. Vies is iemand die zich niet wast. Er staat wel minder mooi weer. En de oorsprong, het begin van mijn natuurweerman zijn is wel ingegeven door mijn grootvader. Ik zie hem nog staan, toen was ik ongeveer een jongen van een jaar of 6, 7, achter het huis, bij de boerderij. En toen zegt hij tegen mijn moeder, Sietske, wij moeten maaien, want de ooievaar loopt op het land. Die ooievaar liep op het land om voedsel te zoeken, een teken dat de kikkers op het droge waren. En wanneer we mooi weer krijgen, dan is de, of mooi weer eraan komt, dan zoekt de ooievaar zijn voedsel op het droge. Zo gauw als het weer regenachtig wordt, dan kruipen ook de slakken en de kikkers het water weer in. En dus als u een ooievaar bij het water ziet zitten, dan is een teken dat we het niet droog houden. We gaan even kijken naar de komende week. Oh, het zijn overal zijn van die witte dingetjes met ja, een soort vochtigheid. Hoe leg je dat uit, joh? Druppels die naar beneden vallen. Ik heb begrepen dat jij ook boeken hebt geschreven. Hoeveel boeken heb je geschreven en waar gaat het over? Nou, ik heb 3 boeken geschreven. Het weer bij de hand. En dat is een boek zonder moeilijke woorden, maar daarin vertellen vertellen de dieren hun weerkennis. Vannacht! We gaan het doen, gaat het 200 graden vriezen? Ik weet het niet! Morgenochtend! Weer niks? Hetzelfde als vannacht? Ja, er is gewoon geen weer! Ja? Maar ik hoop ook dat de mensen zo geïnteresseerd worden dat ze naar de lucht kijken en niet naar de donkere wolken, want die drijven wel weg. Die donkere wolken overschaduwen de aarde. Ja, daarom, je moet de zon in je leven proberen. Wat er ook. Het weer heeft mij bijvoorbeeld ook geleerd. En dat vind ik voor mezelf heel belangrijk. Wat je niet kunt veranderen in het leven, dat moet je aanvaarden. En dat moet je doen met een blij en een humorvol gemoed. En daarmee eindigt deze journaaluitzending. Dames en heren, goedenavond.